Sportvrouw van Almelo 2017. Natuurlijk vraag ik dan, had je dit verwacht? Ik had het zeker niet verwacht, echt niet. Maar je bent toch wereldkampioen geworden? Ja, klopt, maar die anderen zijn ook best wel goed. Maar ik had het nooit verwacht. Die zijn zeker goed, maar als je wereldkampioen wordt, nou, dan heb je toch ook wel echt wat verdiend, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. En hoe is dat gelukt, wereldkampioen worden? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Veel trainen, veel aan mijn gewicht denken en gewoon gaan in de ring, in de wedstrijd. Ja. Maar ja, dan moet je ook wel heel goed in vorm zijn. En hoe is jou dat gelukt om zo goed in vorm te komen? Elke dag trainen. Echt? Elke dag? Elke dag. En op school kan je dat combineren? Ja, ik zit nu op het Johan Cruijff College. Dus ik kan het nu goed combineren met school en sport. En wat zijn jouw doelen voor het komend jaar? Ik hoop dat ik volgend jaar in 2019 A-klasse word, net zoals Rico Verhoeven. Zo, Rico Verhoeven, ja, dan noem je nogal iemand. Dat is echt een heel groot talent. En wat denk je? Gaat jou dat lukken? Ja, dat gaat me zeker wel lukken. Ja. En ga je dit jaar weer voor het kampioenschap? Ja, ik ga zeker dit jaar weer voor een kampioenschap. En deze prijs van de sportvrouw van Almelo, ik hoop dat je met heel veel waardigheid gaat dragen. En dat je volgend jaar weer terugkomt. Komt goed. Oké, bedankt hè. Geen probleem.